commentaar bij deze film wordt verzorgd door de voorzitter van de organiserende vereniging, de muziekvereniging Kunst en Vriendschap, de heer Wevers. Aan mij is dan de taak u enigszins wegwijs te maken op deze film. Ik heb hem enkele malen gezien, dus ik weet zo'n beetje wat er te koop is. U moet me niet kwalijk nemen als ik hem weer een keer vergis. Het is natuurlijk, ik ken niet, ook niet alle mensen in de verhuisde. Ik zal proberen u een handleiding hierbij te geven. Aannemer van het gemeentehuis, de heer Meijer, en wat werkvolk. Ja, hij vindt het ook leuk om op de film te komen. Station. Deze mevrouw zit op de trein te wachten. Zet u de bril maar even af, mevrouw, dan kunt u beter zien. Spoorwegambtenaar staat te wachten op de trein, die kan elk ogenblik binnenkomen. We hebben hier de Linge. Even een gezicht op het kleine gedeelte van het heuze wat eigenlijk Indonesië is. En de trein is nu op komst, want de bomen gaan dicht. Daar komt hij. En we gaan nu van het station naar het kleine gedeelte Indonesië in op Heusden. Kijk, u bent hier nu op het Ambonese kamp. Als u niet wist dat die film hier opgenomen was, zou u denken dat hij in Indië zit, ook wat het weer betreft. We hebben een kleine zwarte filmster. Nog meer. Hier hebben we mevrouw van de kampbeheerder. Hier hebben we dochter van de kampbeheerder. Opheusden in en hier krijgen we hele oude filmsterren uit Opheusden. Hier komt de gek zelf aan. Het is de maandag, want u zult wel zien straks. Hier hebben we een kleine filmster. Ik vind een knap kind. Net zo knap is de moeder. Maar het zal u wel opvallen straks dat het maandag is, want dat verschillende mensen aan de was zijn. Deze mevrouw wordt ook nog filmster, trouwde dag. Kijk, Jusken is zwaaien. Ja, hij blijft rustig zitten. En hier hebben we het beruchte fietspad, waar maar zo'n gat in valt gedurig. En hier hebben we een kwekerij. Ook typisch voor Opheusden, dit is bij Maurits. Ik wil er dit wel bij vertellen dat deze film door de muziekvereniging gekocht wordt. En misschien over ettelijke jaren weer gedraaid. Ook dit geluid wordt opgenomen. Hier hebben we Piet. Dus als je wat op te ruimen hebt, je kunt er nou bij. Frieselaar, die draagt zich om. Ja, je staat er toch op. Hier hebben we Frits. Dan moet hij eens even opletten, het tempo van het werken van Frits. Ik denk dat het te warm is. Ook weer druk. Dit is tegenover de Dolce Straat, dit is bij Maurits. Die loopt gauw weg, ziet u dat? We krijgen er van meer, we hebben een jonge filmster. Daar hebben ze nog jonger hoor. Die is verlegen. Ja, we zullen die voordragen hoor. En hier de typische maandag, vrouwen aan de was. Ja, loop u maar weg, we hebben u toch al. Hebben we Ari, de snoer, en hier hebben we slanke dame,
typisch voor een Veuze, want er is nog wat spek. Hier hebben we Nilje. Ja, Nilje heeft er ook schrik mee. Wie had er nu... Ja, kom maar jongen. Zat er ook even vreemd tegenaan te kijken. Het is een vreemde wereld. En van de kolk. Je hebt ook enkele filmsterren. Allemaal lachende gezichten. Het valt me wel op in deze film dat de meeste vrouwen hier op werken. Wat zou er in die wagen zitten? Ja, zie je. En hier hebben we dan de Tolste Straat. Dit is achter bij Van Kleef. De vrouw is zo druk met de was. Even een kiekje erbij. Ja, die loopt gauw weg. Ze kan toch niet later meer achterom te kijken. Zo thuiskomen. Nou heeft er ook een schrik mee. Nee, loop maar niet weg, Jochie. Gebeurt niks, hoor. Kom maar. Kom maar bij de ome. Ja, zo ja. En deze mevrouw, die heeft een straalje gehoefd, die probeert met twee. En hier hebben we dan Vink. Rustig aan. Weer een filmster. Zo bekijken hebben ze hier een Peuze veel meer filmsterren in Hollywood. En hier hebben we Rijk. Hier hebben we Henk. Bessie, kijk maar. En de mevrouw Verwoerd. Ja, nou even mooi kijken. Zo ja. Weer een jonge filmster. Gezicht, dan waren ze weg. Hier hebben we weer vier filmsterren. Gaat hem, zijn vrouw. Laat ook eens Gerrit. Hier hebben we een van onze oude filmsterren. Hier hebben we Gert van Daar. Hier hebben we Dirk. Dirk, zeg eens wat. En hier een woning in aanbouw. Aan vooraan de Dalwagense weg. Een leswagen van de Garde. Dat is de Peuze toch veel te beleven zo, hè? Even Corrie met de kleine. De kleine ook eens even zien. Ja, die slaapt zeg. Wat leuk. En Van Eldik. Die wil ook nog even op de film. Stomen, hè? Even Jans. Je vindt het ook mooi. En hier hebben we de een achter de tralies. Mocht ik hem maar uit, hè? Ja, joh, moet je iets groter wezen. En hier hebben we mevrouw Van Eck. Niet slaan, hoor. Ja, kom maar gerust. Dit is bloemetjes gieten. Je zit nu wel later in de sneeuw. Stanjela, ja. Even Gees met de kleine. En moet hem maar werken. Zie je wel? Je hebt enkele voetbalprofs uit de Peuze. Je hebt de jeugd. En daar komt er een die maakt een overtreding. Dit lijkt me dat je hard rijdt 16 kilometer. Hier hebben we het postkantoor. Mevrouw de Graaf die is in de tuin bezig, zoals u ziet. Hier hebben we gezicht op de school in de Linderlaan. Ja, Sam die kan zo thuis zijn, dus opschieten. Mevrouw Van Eck.
even het uitrusten. Mevrouw Roelissen, ja, hang die luier maar op. Droog nou lekker. We gaan nu de Koningsstraat in. We hebben hier Beffen de Weert achter, de oude Barten met de kleine. Even de Wit druk kan spitten. Nou, die dame die ken ik niet. Ik ken alle mensen in de Pruisen, maar die ken ik niet. Maar ik vind het lief kind. Dag Jochie. Nog een kleine filmster. Aardig. Krijgen we nou de oude Gretje. Ja. Speerdredder de Koningsstraat in. Mevrouw van Binsbergen. Woning van Van Brenk. Hier snijkt er gauw in weg, ziet u dat? En dan krijgen we nu de ponies bij Breunissen. Hoort er nu ook helemaal bij. Hier zijn we bij Rijers. Drukkontwerk. Jan Schaap. Dan hebben we Jonas. Tenminste, heb ik gehoord dat hij zo heet hoor. En hier zijn we terug dan bij de school aan de Lindenlaan. Hij is niet zo mooi, maar ik wil het u toch wel vertellen. Bij deze school staat ook de kleine op van Roelissen die verdronken is van de zomer. Ik zal het u straks wel even zeggen wanneer die komt. Het duurt nog wel even, maar ik zal het straks wel even zeggen. Kinderen stellen zich allemaal op voor de film, ze vinden het allemaal mooi. Nee, hij is nog niet te zien, u krijgt hem straks wel. Deze dingen zijn nu eenmaal niet uitgesloten, omdat de opname natuurlijk een half jaar en de tijd van draaien natuurlijk een half jaar tussen zit. En in die half jaar kan veel gebeuren. Vooral voor deze kinderen is het leuk om zich later natuurlijk nog eens op de school terug te zien. Even de platte, die fluit nogal. Komt de mager van Vergat aanhollen. Ik denk dat die vrij hebben, want die hebben zo schrik. Ja, hier heb je hem, zie je hem. Verder en we komen nu bij een jonge dokter. Het is nog een heel jonge. De woning van de burgemeester. En hier hebben we dan op de dijk tegenover Jan van Dam. En het is werkelijk de opname zelf, want u hoort de goede loeien. Hier hebben we een kijkje op de dijk, een Veluxbus, dit is ook op de plaats tegenover Jan van Dam. En die is druk op de ene vangst, die rot ene zijn er weer uit. Zit hier bij Krum. En we hebben hier een filmster, ons renpaard. Dus kijken hoe die lopen kan. Toen Joch was naar beneden. Natuurlijk gauw van de trekker af. Even aan zijn neus voelen. En die komen eens even kijken hoe het gaat. Het is onze secretaris, onze trouwe shower. Hier hebben we een volkje. En hier hebben we de kleine van Wim Tormbroers. Mevrouw, nu moet u uw schort afdoen. Veel leuker. We zullen nog wel even wachten. We zullen wel even wachten. Eerst die kleine ook de schoentjes nog aan. Ja? Ah, doe die maar rustig aan hoor. We wachten wel even. Zo, staat er lekker op. Ik wat aan te binden, hè.
ook weer drukkende was. We zitten van de Rijnmandijk, hebben weer de leswagen van de Gadde. Woning van Jan Nelands. En hier hebben we de kleine van Roelissen, Gerard, met de geit. En hier hebben we Bart. Die wil er ook even op, maar hij kijkt wel even lelijk. Hij liever dat we jongeren vatten. Ja, die nemen we zo ook wel. Kijk maar niet zo lelijk, Bart. Het is hartstikke mooi weer. Die vliegt gauw weg, ziet u dat? En dan hebben we de penis. En dan hebben we onze boy. Nu, dit is in het oude café De Zon, de schoenmakers houthandel. Hier zitten we boven de dijk bij het land. En hier hebben we een van onze oude filmsterren. Even de handen. Mondje even afweken, zo ja. Ook weer drukkende was. Dames en heren, u krijgt nog verschillende verrassingen. Want wist u dat er in de Veusde een dierenpark is? Hebben we misschien ooit gezien. Nou, het is hier een fantastisch dierenpark. Ik hou het nog even geheim. U zult het zo wel zien. En hier hebben we dan Tielse Straat. Gras snijden voor de konijnen. En dit is Stam. Deze is voor het raam genomen. Linde Maxi Bank, die wil lopen. Deze mevrouw heeft er ook schik in. Die hebben mevrouw Meijer, mevrouw Roelissen. Nou ja, het is toch een klein beetje Meijer. Even Arndt. En nu moeten we nodig aan het hooien. En dat kan allebei, want het is nu mooi weer. Zie je, moeten de vrouw helpen ook. Dit is dan bovenaan de dijk weer. We hebben weer een oude filmster. Ze heeft liever dat we de jongen nemen. Goed, die zelf ook nemen. Moeten die vrouwen toch altijd werken? Heb je nou al één man op deze film zien werken? Allemaal vrouwen. En hier krijgen we dan het dierenpark van het Heusden. Dit is geheel opgebouwd in zijn vrije tijd. Moet u eens kijken wat deze man gepresteerd heeft. Ik waag me er niet aan de naam van de dieren te noemen, maar ik breng er niks van terecht. Als u alleen de aanleg al kijkt van het park, het lijkt wel artisch. Deze man moet wel ontzettende dierliefhebber zijn om dit allemaal in zijn vrije tijd te presteren. Wat ook vooral niet goedkoop is. En dit zijn de jonge konijnen. Ze zijn op zoek naar de oude. Je kunt de oude bijna niet onderscheiden omdat dat ook een kleine is. Dit zijn natuurlijk allemaal klein soort konijntjes. Zijn moeder toch zitten.
krijgen vier. Een kunststukje dat is gemaakt helemaal met de hand. Dat is houtsnijwerk door broer van Jan Meijering. Het is een fraai kunststuk en dit is niet het enige kunststuk, maar de hele woning hangt vol van deze kunststukken. Hier hebben we de kast die de heer Meijering zijn prijzen in heeft staan. Hij is onderhand weer te klein. Moet eens kijken wat de bekers erin staan die hij met zijn dieren heeft gewonnen. Hier hebben we de vrouw van Benny, die wil niet graag op de film, die loopt gauw weg. Ja, we krijgen die toch wel. Hier hebben we de ronde tafelconferentie. Heeft ook een beetje spek op dit, geloof ik. Zie die? Een gezonde baas. En dan weer in de was. En maar weer jassen. De vrouw die vindt het goed. Kobi die lacht erop. Lekker op los. En hier heeft onze burgemeester. Moet eens opletten hoe hij voor u broedt. Liedjes zijn, mevrouw Verlinde. Mooie filmster ook. Hier zitten wij bij Bertus Heijboven. En hier gaat dan de wagen die deze film opgenomen heeft. U vindt u deze laan van op Heusden. Dit is bij Brinkhoff. En moet eens opletten. De kleine is een mooie filmster. Die vader van beeld er niet op, maar we krijgen hem toch wel. Zie je? We hebben hem. Ja, weg. En hier hebben we Vergriet. Die is druk met de boeken en stoffen. Groene Kruisgebouw. Krijgen we Kees met de hond. Hij heeft nog steeds hetzelfde tempo. Frits, ik zou zeggen, je moet eens een beetje opschieten, joh. Maar dat komt er niks van terecht. Je moet er een heel stuk doen. Nou, kan dat nou niet vluggen, Frits? Nou, we zullen eens anders proberen. Daar gaat hij. Zie je, nou kan hij het wel. Hij vliegt erop los nou. Dan weer verder. Doe maar eens goed op los. Maar er kunnen ongelukken mee gebeuren. Je broekzak af, zeg. Zie je wel. De dode waard. En hier hebben we onze prachtige kerk. U vindt hier deze foto. U vindt hier deze. Dit is dan de school. Prachtig, hè. Mart is erbij. Mevrouw Jan de Smit. Nog even erop. We gaan nu de Haamse straat in. Even Michieltje. Druk kan draaien. Lijkt wel een reclame voor de was. Die snijdt gewoon weg. En hier mevrouw Meijer. Weer een kleine filmster. Dit is bij Verhaaf.
Namsestraat. Dit is Meijer. Doet tref uit. Hij is weer druk. Mevrouw Meijer. Mevrouw Keen, op 1 na de oudste, 94 jaar. Wat is het toch rustig nou, hè? Ze kan er anders op losvliegen nog. Je hebt klompen gehaald bij de mof. En dat is even de mof, die is ook weer druk bezig. En daar hebben we een van onze filmsterren. Kom nou eens een keer terug, zeg. En nou eens een keer de rokje draaien, vooruit. Rij je maar. Hier hebben we onze begeldschool. Dit is weer een gezicht op de school. Prachtige foto is dit ook. En hier zijn we bij de school, de Nederlandse vormde school. Vooral voor deze kinderen is het leuk om zich later op deze film terug te zien. Zijn ze allemaal bestendig toch, hè? Die heeft een wagen bij de deur. Dat ze er altijd zo zoet uitgaan. Ik denk dat het scheelt dat de film ervoor staat. Hey, Pinus. Met de jongens. Moet je eens kijken hoe ze hier het bocht kunnen springen. De jongens. Je moet straks maar eens proberen om het zo te doen. Het kan natuurlijk ook anders. Moet je het zo eens proberen. Vanavond allemaal eens proberen. Ik geloof niet dat je het zo kunt. En hier hebben we dan een prachtig gezicht van de jeugd van Opheusden. Die nog steeds onbezorgd is. Ik geloof wel dat het in vertrouwde handen is. We gaan nu de Ooievaarstraat in. En hier kunt u ook weer typisch zien het zomerse beeld. Dan hebben we bij Gin Wim Sluis, hier in een hempie ervoor. Even Wally met de kleine. Even dokter Jonker, onze trouwe arts. Hier hebben we de tweeling bij De Wit in de Smakkamp. Prachtige filmsterren. En deze jongen heeft niet erg naar zijn zin. Ga dan maar je moeder mee. Komt best goed, joh. En nu moet hij eens opletten hier.
We gaan zo dadelijk hier naar binnen en dan krijgen we de jongste filmster, dat is bij Vernelding aan de Parallelweg. En deze kleine is 2 à 3 dagen oud. Zuster, haal het er nu uit. Hoor die eens huilen. Wil die maar aan de moeder geven dan? Dit is dan onze jongste filmster. Zo, bij de moeder. En dan moet u nu eens kijken hoe die kleine al weet dat hij op de film komt. Want hij doet zijn oogjes al even open. Kijk, daar hebt u. Ziet u? Heb er ook weer schik in. Hier gaat weer de trein. Die lopen ook steeds af en aan ons grote centraalstation binnen. Je hebt het witte huisje. Het gebouwtje staat er nog niet bij. Dit is afgenomen in mei. Hier hebben we een van de kleine van het witte huisje. De jongste. Echt kinderen, ook handjes een beetje vuil gemaakt. Hier hebben we ome Jan. Ome Jan die vindt het ook leuk. We zitten nog steeds op de Parallelweg. En Verhuibers. En hier hebben we Sien met de hond. Sien heeft er nog één. Laat hem zien. Ja, daar komt die. Hou me bij je daar hoor. En gaan we niet verder de Haamse straat in. Ja, dan hebben we Toos. Loop maar niet weg, want het helpt toch niet. Ga dan maar weer rustig zitten. Nee, we filmen niet hoor. Mensen lopen allemaal weg. Je hoeft niet bang te zijn. Ja, dan gaat er weer in. Kom dan terug, joh. Ik kan zijn filmster worden. Zo ja, laat hem maar bij staan. Gezicht op de Hamse straat. Ik ben San van de Sluis. Vermeijer. Deze man is ook druk. Wie zou dat zijn? Petjes gaan van de Sluis, ja. En hier hebben we een van onze oudste filmsterren. Deze mevrouw is druk aan de was. Ja, gooi de water maar weg. En dan weer verder. Ook al drukkend werk. Trekken bij Roelissen, Jans G. en Meijer. En dit is achter bij Jans G. Schoonmoeder kijkt toe op bed, goed strijk. Zijn die vrouwen te druk? Maar jij bent vroeg, hè? Want ik heb samen zien wassen nog. En hebben we dan Piet Roelissen, kort na zijn ongeluk, hij is goed wel op de been. Mevrouw de Kruijf, ja, die heeft er ook wat schik in. Kleine, kom maar gewoon om de hoek kijken. Zijn we hier bij Verzetten? Ja, die hebben er nog meer hoor. Maatje, kijk nou uit. Maatje, doe nou. Zo ja. De Smachtkamp. Hier hebben we de moeder. En hier hebben we Opoestam dan. Piet vooruit, maar die gaat eens een keer achteruit lopen. Ja, ze is wel gevaarlijk, want ze heeft het mes in de hand. Moet u straks ook eens proberen om zo achteruit te lopen en ook zo achteruit te fietsen. Even Corrie met de hond. En hier hebben we de camper slaan. Zitten lekker te zonnen.
nog een van onze oude filmsterren. Er zit nog een negentje bij ook, ziet u. En hier heb u dan weer terug, dat is mevrouw De Haan aan de Lindelaan. En die moet het werk opknappen wat eigenlijk de man moet doen. En ik heb mijn tijd verpraat, dus laat ik nu opschieten, want als hij straks thuis komt, dan hangt er wat verder gebeurt. Ze is nu druk in de weer aan het gras rollen, want ik moet nog een heel stuk doen. En mijn man kan elk ogenblik thuis komen. Dan zullen we toch eens kijken wat hij verder gaat doen. Ja, sorry ja. En nu zijn we terug in de Tielse straat. Dit is de oude Dirk Hink. En dit is onze oudste inwoner. 94 jaar. Tosje van Brink. Detje aan. Kijk hoe mooier de film natuurlijk als u. Van de Hartog, onze wethouder, heer Vergetje. Die zijn we weer terug. En nu ziet u een ongeval gebeuren. Ik hoef niet te schrijven. Ja, het valt nog mee. Job had toch uitgekeken. Moet u zin denken dat er geen dokter is. En de EHBO nabijheid. Hier komen de EHBO'ers al. Je kunt hier zien wat voor waarde de EHBO heeft. Anders was deze man hier blijven liggen. Zou er nou eigenlijk aan de hand zijn? Ja, je valt pijn. En wat dacht u ervan? Zou het meevallen? Ik zou toch de politie maar waarschuwen? Ook voor verkeer? Ja, daar hebben we hem al. Was er aan de hand? Is die wagen van u, meneer? Hoe kwam het? Laten we eens even kijken. En ja, bio werk trouw door. Dan kan proberen. Deze man moet zo gauw mogelijk weg, van de weg af. Kijk, ze hebben hem al verbonden. Nou, ik geloof het meeval, want ik geloof dat ik hem zie lachen. Ja, Klaas, je kunt er wel praten, joh. Het is gebeurd. Eerst moet die man van de weg af. Dat is op het ogenblik het voornaamste punt. Ja, je moet geen strakke rokjes aan hebben, hoor. Dan gaat het niet. Hé, op dan. Op de baar. Zo, ja. We eens kijken wat deze dames in de korte tijd presteren. Dit is een van de vele verbandkisten die in de peuze staan. Tijd van ongeval. Beter dat je ze niet nodig hebt, maar als ze er zijn en het is nodig, is het altijd nog beter. Klaas, die zal de kist willen verbrengen. Zo ja. Nou, dan zullen we eens even kijken wat de dames er verder mee gaan doen. Kijk nou eens aan. Is weer beter. Hier hebben we dokter Jonker en Rijswijk Leeuwen staan nog even na te praten over het ongeval, wat gelukkig goed is afgelopen. De wagen die het ongeluk heeft veroorzaakt, die vertrekt weer. Uit. Helaas nog met een oud vehikeltje, maar dit wordt beter, maar het gaat op het ogenblik maar om het tempo van werken van het brandweerpersoneel. Moet u eens kijken, wat zullen ze nu gaan doen? Ze zijn bij de brand aangekomen, de slangen worden uitgegooid. Commandant, die verkent de brand. Ja, kom eens al. Ja, hol dan maar. Zou de pompen dan wel doen, hè? Ja, dat oude ding, dat verrekt altijd.
Maar ja, deze pomp die doet maar eventjes niets meer. Want in april, mei komt weer een prachtige spuit in de Beusden. Jongens, gaan naar de kant. Ik geloof erom dat beter de brandweer het doen kan. Ik krijg ze weer beter in de kant hoor. En ik geloof dat er een hele gevaarlijke voorop staat. Want ik meen dat Ariadens voorop staat en dan moet je uitkijken. Commandant, die kijkt even of de zaak goed ligt. Kijk eens naar Glunderen al. Zie je? Ja jongens, pas er nog op. Zie je wel. Maar ja, het is zomer hoor, dus ze zijn zo weer droog. Vlinde zegt, het is in orde jongens, het is uit. Opruimen maar. En het werken met dit materiaal valt niet mee. De jongens zullen blij zijn als ze straks met goed materiaal kunnen werken. Ze stellen zich nu op met de spuit. Ondercommandant de heer Joden. En voor onze commandant de heer Vlinde, die wat blij zal zijn met zijn... Nee, we filmen niet. En hier zijn we dan bij Sparta. Moet je eens kijken wat er gepresteerd wordt. Sparta 57, dus dat is 2 jaar. Wat die vereniging heeft kunnen presteren om dit allemaal klaar te maken. Een hulde voor dit bestuur. Moet je eens kijken. Lijken de Olympische Spelen wel. Dit zijn de kleinere. Even een kopje duikelen. En hier hebben we dan weer de jongeren. Bereikt worden in de Beusden als er aan gewerkt wordt. Hier hebben zich enkele mensen voorgespannen en moet eens kijken wat ze bereikt hebben in een enkele jaren tijd. Siri, achteruit. Hop. Ja, hoppla. Nog één. Daar hebben we van die blanke schoen. Ja, doe maar. Nog één. Nog één. En nou de laatste. Hoi. Is dat niet leuk voor die kinderen? En hier hebben we onze BB. En nu weet ik wel, ook de BB wordt altijd gescholden. Ach, wat heeft u nu voor dienst? U hebben nu de laatste keer weer gezien met dat ramp in Amsterdam, wat eigenlijk verband kan doen. Iemand die niks geleerd heeft, geen opleiding heeft gehad, kan ook niet in verband werken. Het is misschien te hopen dat het nooit nodig is, maar het kan toch voorkomen.
En is al die nog zo beter een BB zonder oorlog dan een oorlog zonder BB. Hier wordt een gewonde opgezocht tussen het puin. Er zijn nog meer gewonden op dit terrein. Er zit er zelfs nog één op de bovenverdieping en een trap ontbreekt. Hoe zou je die nou straks beneden krijgen? Deze gewonde wordt eerst verbonden. En hier hebben ze een bandje te blussen. Krijgen het wel uit hoor. Hier hebben we de commandant hier van Mameren. En deze zullen ze lekker inpakken. Als dit niet door deskundigen gebeurt, dan gebeuren er nog meer ongelukken. Daarom is opleiding altijd goed. En een pluim voor deze dames en heren, omdat ze dit allemaal leren in hun vrije tijd. Dat is nog een heel probleem. Er zit er een boven en die is zwaar gewond en die moet naar beneden. Dus die kun je niet op je nek nemen. Hoe zou je die naar onder krijgen? Er is geen trap in het gebouw. Er moet heel voorzichtig mee aangedaan worden. Dit kost wel enige training. Want één touw verkeerd en het hele zaakje deksel naar beneden. Zie je? Er breekt geen eitje onder. Dit is werk van de BB. Hier hebben we de gewonden. En hier hebben we het publiek wat bij de BB-wedstrijden staat te kijken. En dat is bij Martens van Eldik. Kastanjelaan. Die worden gewonden weggebracht. En hier hebben we dan het brandweergevecht. Dat is natuurlijk de zaken draaien. Moet je eens kijken. Wie zou dit nou winnen? Ja, pak die zo lang er ook tegenin. Nou, daar hebben we Adi. Hij zou die weer uit gaan halen. En wie zou eens daar aan te pakken hebben? Dat is geen jongen meer. Zo ja, een paar straatjes erbij nog. Mutsje af, ja, bed is hij. Kijk eens springen. Dit mag wel even tussendoor. Is toch in brand. En hier kunnen we ook weer de kameraadschap van de... dat deze club niet 10 keer zo lang is. Het kan nog wel, er zijn er genoeg in de Beusden. En Wandelen is altijd nog gezond. En hier zijn we dan bij Vermeer, het hoofdakker, om even te kijken naar de duiven, hoe dat allemaal zijn werk gaat. En zo heeft ieder zijn liefhebberij. Het kost nu ontzettend veel werk s'avonds. Het is altijd nog beter als langs de straat slenteren. Daar gaan de duiven. Hier worden de klok losgemaakt.
tijden genoteerd. Dan hebben we dan ons muziekvereniging Venstervriendschap, die deze film ook georganiseerd heeft. Ik heb al gezegd, dit is niet uit de winst bejacht, want dit zal ons niet veel opbrengen, maar het is onze hoofdzaak maar als u genoten hebt. En als u dit muziekpark ziet tegen 2 jaar terug, dan moet ik u toch dank brengen dat u ons alle gesteund hebben om ons dit zo ver te brengen. Weer. We krijgen nu de hele optocht die s'avonds is opgenomen. En dan hebben we weer de BB. En hier hebben we Sparta. Eens kijken wat een prachtig gezicht. Kijk, dan laten ze zich thuis in de hoofdstraten van Amsterdam. En dit is toch werkelijk op heusen. Alleen vind ik dat er nog te veel achteraan lopen die niet in uniform lopen. Het zij van Sparta, bandenclub of muziekvereniging. Konden er zeker nog eens zoveel zijn. Moet eens kijken wat het publiek er van achteraan komt. Dit is op heusen. Nogmaals de optocht te zien, weer de wandelclub, prachtig in het gelid. Hier hebben we weer de BB. Moet eens kijken wat de slinger dat Sparta maakt. Voorstellen dat dit de keuze is, hè? En die muziek was spelen. En nu gaan we zo aanstonds de muziekkorps even de leden en lid voor lid belichten. En dit is dan ook het einde van deze film van de Veusden. Ik hoop dat u van deze film genoten heeft. U krijgt nou na deze film van de Veusden een kwartiertje pauze. En hierna krijgt u dan nog een toegift. Werkelijk ook een prachtige film. Maar ik moet voor we eindigen toch niet nalaten. Hier hebben we dan de postjevrouw van de heren die de film hier opgenomen hebben. Ze hebben heel belangeloos deze mensen in huis genomen, waarvoor nog onze hartelijke dank. En hier hebben we dan de muziekkorps weer. Tampometer. En er worden nu stuk voor stuk even bekeken. Ik zet de masje in. En ik hoop als wij over 4 à 5 jaar deze film weer moeten maken, dat wij geen 40, maar als kan 140 leden hebben. Kan makkelijk. Er zijn er genoeg in de Veusden. Dus ik zou zeggen,
wilt u bij de tamboers of bij het muziekkorps, praat eens met de heren van bestuur. Er is altijd wel een trommeltje of een instrumentje voor u. Dan moet jullie eens opletten. Ik krijg nu alle muzikanten te zien welke muzikant het hardste erop blaast. En die dan het hardste blaast, is tevens het einde. Dus als deze film gebeurd is, krijg u een kwartiertje pauze en dan krijg u nog een toefilm. Ik geef nu de microfoon over aan de operateur. Zoals de voorzitter heeft gezegd, met deze opname van Kunst en Vriendschap gaan we dan de film van Onrustig besluiten. En hebt u deze film leuk gevonden, dan hoop ik dat u dadelijk bij het einde Kunst en Vriendschap als organiseerde vereniging met een hartelijk applaus zult willen.